veel plezier, geef maar even een beetje gas. Zo, ik ga helemaal lief hebben. Geef mij ook zijn oma. We staan er al een uur. Ja, ik ben al bij het hotel geweest. Maar je hebt al meer gezien dan wij. Ja, veel meer. Dat is te mooi, maar mijn man is weg, dus staat thuis. Wat denk jij? Ik ga zelf genieten. Ja, ik ga maar verder alleen. Prachtig. Veel plezier. Geef maar even een beetje gas. Goedemorgen, we zijn hier bij Super Sunday. Ik heb nog steeds geen stem. Ik ga dadelijk even een mooie shot maken. Het allemaal voor mooi te zien is, vandaag lekker drukker is. En time and tech volgens mij ook. We moeten even kijken of we dat ook mee gaan doen. Niet alleen over de auto natuurlijk. Kom nog even voor de bus. Hey, we hebben hier nu. Nou, het is helemaal kut. We wouden gaan drag racen. En we staan een uur in de rij te wachten. Nou, het was natuurlijk chaos hier, je ziet het. En dan hebben ze het baanprogramma geschrapt. Dus geen drag race vandaag, geen baan, hey. Dus nou, een leuke dag, even niks. Amboze mensen nu, gaan een beetje driften en zo. Is dat leuk om te zien. Gaan we ook maar even een ere rondje maken. Ik scheur het even hier. Naam Geertje. Hé, dat is goed voor ons. Leuk. Ga je hem ook weer opentrekken? Nee, dan ben je wel lekker weg. Nou, we zijn bij Supercar Sunday. Het is, hoe laat is het? 4 uur. We waren er om 2 uur binnen. En, nou ja, aan wie het ligt weet ik nog niet. De organisatie of dat soort dingen. Maar in één keer is alles afgelast. De baan, drag racen en dat soort zaken. Dus dan gaan we even een rustig rondje rijden.
Vindt het nou niet erg dat je aan de hand zit? Denk het niet. Spijkers, dat is ook mooi. Spijkers. Ja. Nou, volgens mij toch spijkers. Heel vet. Nou, er staat toch nog wat pareltjes vandaag. Een P1. Ach. Kilometer verbruikt met niks doen. Met niks doen. Alleen een beetje reffen. Ja, ik zeg maar. Reffen. Gooi er nog even 80 achteraan. Dan. Supercar Sunday gehad, het was fantastisch, het weer zat mee. Super mooie auto's, je wint ook weer Jesco. Sorry, Jesco is wat anders. Ja, de organisatie was een beetje jammer, maar ik hoop nog dat ik mijn centen terugkrijg, want we hebben niet kunnen drag racen en niet kunnen time tracken, maar goed. We staan iets anders bij Fastnet, elektrische auto's. Ik wil mijn vrouw nog een keer een elektrische auto krijgen, dus ID3 is best leuk. Maar voorlopig houden we even hierbij, bij de benzineslurper. Zien jullie gauw de volgende keer weer.